Scholieren op het voortgezet onderwijs moeten op maandagochtend gecontroleerd worden op alcohol en drugs. Dat adviseerde jeugdpsycholoog en alcoholspecialist Mireille de Visser van de week aan de Algemene Onderwijsbond. Elke maandag. Dat is wel heel slecht. Nee. Hoezo is dat slecht? Dat is ten eerste gewoon echt privacy schending. En ten tweede is gewoon, ja, laat die mensen zelf doen in een weekend wat ze willen. Ik heb er niks van gehoord, maar ja, volgens mij maakt het niet heel veel uit of ze dat gaan doen. Jij zou het niet erg vinden als ze je controleren? Nee hoor. Ik zou het, op zich heb ik er zelf geen moeite mee, maar ik vind wel dat het eigenlijk niet moet kunnen. Want mensen moeten ook gewoon vertrouwen hebben in de leerlingen. Het is ook een eigen verantwoordelijkheid van de ene kant. Ik denk niet dat het veel gaat uitmaken, want dan kom je, ja, waar, wat heb je eraan? Je weet dat ze alcohol gebruiken en dan, je kan lastig gaan zeggen, ja, dat mag niet meer en dan doen ze het ook niet meer. Dus dat gaat denk ik niet werken. Ik snap ook niet waarom ze het zouden moeten doen, want als iemand, ja, dronken in de les, ja, daar wil ik niet helemaal zeggen, maar niet helemaal nuchter in de les gaat zitten, dat klopt misschien wel niet, maar ik denk niet dat het veel voorkomt. Want ik heb het hier zelf nog nooit gezien. Ik bedoel, die mensen die gaan een weekend doen waar ze zin in hebben. Waarom zou je dan daarop gaan testen? Wat moet dan de maatregel zijn of zo? Hier op het Mondriaan College in Os zien leerlingen de plannen niet zo zitten. Afdelingsdirecteur Tom van den Brink sluit zich hier ook bij aan. Dat suggereert dat kinderen dus op zondagavond behoorlijk door moeten halen. En tot zeer laat wil je daar de volgende dag problemen mee hebben. Wij merken het niet. Toch kan hij wel Otto's vraag over de maatregelen beantwoorden. Als de school een leerling met alcohol betrapt, genuttigd of bij zich, ligt er een protocol klaar. Als daar wat mee gebeurt, dan weet op voorhand welke sanctie er is. En dat is eigenlijk altijd schors. En dat komt wel eens voor, maar niet op maandagmorgen. Nee. Geen blaastest op het Mondriaan dus? Nee, absoluut niet. Nee.